Leel, leuk je kijken naar de Korte Weekhoroscoop van Amandala. En deze week is het voor week nummer 23. En dat is van maandag 6 juni tot en met zondag 12 juni. Zal de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor de Leeuw gaat brengen? Dan lijkt Leeuw alsof week 23 een week is waarin er even een stukje is waar je misschien wat onzeker kan zijn. Ik heb het idee dat je namelijk bepaalde plannen aan het uitvoeren bent. En het kan zijn dat daar misschien een klein beetje tegenslag kan komen. Dat maakt je als persoon even wat onzeker. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk gewoon ook heel normaal kan zijn. Hè? Ik bedoel, ik zeg ook altijd maar van, het gaat niet over hoe vaak je valt, maar hoe vaak je opstaat. Of wat mensen die heel succesvol zijn, ook die hebben natuurlijk tegenslag. Dus het is helemaal niet gek dat er af en toe een tegenslag komt. Het gaat er vooral over hoe ga je ermee om. En deze week lijkt het eventjes te zijn alsof je het heel erg persoonlijk haalt. Terwijl ik het idee heb dat het een stuk is dat het vooral een stuk is, laat ik het zo zeggen, waar je doorheen mag gaan. Juist om dat stuk net even te verbeteren als in hoe het nu is. Hè? Dus je lijkt eigenlijk echt wel op de goede weg te zijn. Ga daar niet aan te veel aan twijfelen. Het is net een stukje dat het net een klein beetje anders kan. En ik heb het idee dat op het moment dat je daar ook op die manier over nadenkt, dat eigenlijk vrij snel kan gaan, zodat je weet welke kant je wel op kan gaan. Dit was weer de Korte Weekhoroscoop. Ik kon natuurlijk heel graag wat je ervan hebt gevonden. En ik wens je sowieso een super fijne week.